Mag ik op Bizot? Leuk dat je er weer bent. Nieuw seizoen, eerste training. Hoe beviel het? Ja, het was heerlijk om weer op veld te staan. Was ja? Fijn, ja. Gemist? Ja, wel een beetje, zeker. Natuurlijk. De eerste twee weken is altijd nog wel even lekker om eventjes helemaal niks te doen. Ja. Of in ieder geval niet met voetbal bezig zijn. Maar daarna gaat het toch wel weer snel kriebelen. En heb je er weer zin in om tegen zo'n bal aan te schoppen en op het veld te staan. Ja. Tegenwoordig laat social media zien en was je zelf actief in wat je dan doet tijdens zo'n vakantie. Maar de bal die was al redelijk snel weer aanwezig, zag ik op een foto. Ja, die kwam snel aan bod inderdaad, ja. In Zuid-Afrika, hè? In Zuid-Afrika ben ik geweest. Een fantastische ervaring om met een lokaal Zulu-dorp een wedstrijd te mogen voetballen met ze. Was nog nooit eerder gebeurd daar, en het was echt een hele speciale en bijzondere ervaring. En ik ben blij dat ik dat in ieder geval heb mee kunnen maken. En die mensen ook in ieder geval dit heb kunnen laten ervaren. Om hoe het is om met iemand uit een andere cultuur, ander land te voetballen. Ja. Kennen ze Marco Bizot? En nu wel, ja. Nu zeker, ja. Ja, ze... Je hebt indruk gemaakt. Ja, ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten. En nu bellen ze elke dag wanneer ik weer terugkom om weer een potje te voetballen. Ze willen nog revanche nemen. Omdat ik wel gewoon... Zet moet zich nog zorgen maken ook dat je eventueel een transfer maakt naar Zuid-Afrika. Ja, ik vind het wel een fantastisch land. Dus de kans is heel groot dat ik er wel nog eens een keer terug ga, ja. Maar goed, dat is later. Ja. Nieuw seizoen. Waar kijk jij nou het meest naar uit? Ja, gewoon iedere dag weer ontwikkelen, bezig zijn, nieuwe dingen leren, weer met nieuwe mensen bezig zijn die binnen de club gekomen zijn. En het is gewoon fantastisch om weer, het spelletje te gaan spelen, dus dat is heerlijk. Ja. En een nieuwe concurrent. En een nieuwe concurrent, ja, zijn natuurlijk twee weggegaan. Helaas, omdat het twee fantastische jongens waren. Ja, Tino Coutinho en Nicolai. Ja, precies. Heel goed jaar mee gewerkt. Goed mee samengewerkt. Goede band met elkaar. Het is jammer dat die allebei nu er al vandoor zijn. Maar goed, dat brengt ook weer nieuwe jongens met zich mee. En van nieuwe jongens valt altijd weer nieuwe dingen te leren. En dat is altijd fijn. Ja. Wat was je eerste indruk dan van die samenstelling van de keepers? Prima, ja. Okay, dat is niet mijn keuze, natuurlijk. Dat, de trainer doet dat en de keepstrainer. Ik werk gewoon met de jongens die bij mij aansluiten. Ik kan met iedereen werken, ik kan met iedereen overweg. Dus dat komt echt wel goed. Geloof ik. Ja, dat geloof ik ook, ja. Dankjewel, veel plezier.